Ik heb er door de jaren heen af en toe wel eens wat minder vaak naar gekeken, maar ik ben altijd wel een groot liefhebber geweest van Duitse krimis. De Engelse detective-series zijn ook leuk. Er is vermoedelijk evenveel geld tegen aangesmeten, budgetten die je bij de Nederlandse omroepen zelden tegenkomt. Ze zijn ook slimmer, die Engelse commissarissen, dan de Duitse. En subtieler en meer realistisch in die Engelse series. Hoewel, ik heb al vaak geroepen bij Murder, She Wrote of bij Agatha Christie dat het toch wel gek was. Ik bedoel, ik heb in heel mijn leven, gelukkig, nog nooit een moord van hem nabij meegemaakt of zelfs op enige afstand. Maar waar Jessica Fletcher, Miss Marple, inspecteur Morse, Tom Barnaby ook komen, de arme slachtoffers vallen er als vliegen. Jessica Fletcher op vakantie, Diane Pascoe in Amsterdam. Ze zijn het vliegtuig nog niet uit of ze struikelen vaak letterlijk over de lijken. Duitse krimis hebben veel meer dan de Engelse detective series cultstatus. Het gaat daar helemaal niet over de werkelijkheid. Het gaat zoals bij Derk en Der Alte vaak gewoonlijk alleen al over ontzettend rijke mensen. Bij de Duitse krimis is het allemaal altijd tamelijk irreëel en gewoon cliché. De belangrijke onderzoekers in de krimis twijfelen nooit. En het zijn haast onwaarschijnlijke doden in een wereld waarvan je in veel gevallen denkt, net goed, die bovendien op de meest prachtige plekken als decor gepleegd zijn, in dure maatkleding. In de Angelsaksische politie-series denk je vaak wat slim. Bij de Duitsers denk je veel meer wat een held. Of ik wou dat ik op dat politiebureau mocht werken, al was het maar voor een dag. Zoveel rechtvaardigheid. Hoewel de auto van Morse ook waarschijnlijk is, zijn de zelfverzekerde, eigenwijze Duitse rechercheurs die het bovendien altijd allang voor de kijkers en hun assistenten blijken te hebben doorzien, ondanks hun tegelijk vaak onwaarschijnlijk schamele kantoren, op een nog veel onwaarschijnlijker wijze goed gekleed. Had Columbo zijn na aankoop echt nooit meer gewassen jas al jaren voor de serie begon als hondendeken in gebruik? De jassen van Derk lijken, hoewel altijd van hetzelfde model, stevast nieuw en voor het eerst gedragen. Detectives van de serie Tatort zijn daarentegen soms weer van een ander type. Szymanski zag er regelmatig bezweet en vaak underdressed uit. Het droeg juist bij aan zijn enorme cultstatus en zijn charme. En medehoofdpersoon Henschen, met zijn overgewicht, kon in de serie nooit van eten afblijven. Terug naar mijn eigen passie voor de Duitse krimi. Er zijn jaren geweest dat ik iedere vrijdag of zondagavond aan de buis gekluisterd zat. Het begon in de jaren 80 al en ik heb dat zeker tot eind jaren 90 gedaan. Recent heb ik de series weer een beetje herontdekt. Lang geleden hadden we als buitenlandse kanalen alleen de Duitse zenders. Gaandeweg zijn die zenders steeds verder achterin de kanalenlijsten van de meeste tv's geraakt. En dat is onterecht.